Het gaat onder meer om deze borden die overal in de stad hangen. Het lijkt alsof er mensen onterecht in de bak zitten, maar het blijkt om afval te gaan dat niet goed is gescheiden. Behalve de borden was er ook een Facebookpagina en een nepdemonstratie. Mensen eisten de vrijlating van Philip S. Dat blijkt een staafmixer te zijn van Philips die in de verkeerde afvalbak terecht is gekomen. Er zou een Philip S. echt in de bak zitten en zijn raadsman zou aan de bel hebben getrokken bij het Openbaar Ministerie. Ik zie overal in de hoofdstad van Brabant posters hangen. Philip S. zit onterecht in de bak. Dat klopt. Ja, en dat, dat, dat hadden wij natuurlijk ook niet eens kunnen schatten. Uh, maar ja, wel een leuke bijkomstigheid om het al onder de aandacht te krijgen bij, bij het grote publiek. Om uiteindelijk zeg maar, het probleem wat er toch daadwerkelijk ligt onder de aandacht te brengen. Het Openbaar Ministerie heeft de gemeente Den Bos geadviseerd te stoppen met de campagne. Bij het reclamebureau vinden ze, ondanks alles, dat hun campagne goed geslaagd is. De gemeente Den Bos wil niet op de ophef reageren.